iedereen hartelijk welkom op deze bijeenkomst die georganiseerd is door alle Joodse organisaties. Dat is weer het voordeel van een gemeenschappelijke vijand hebben. Dan weten we elkaar gelukkig te vinden. Gelukkig zijn er ook nog Kamerleden die het zo belangrijk vinden dat zij zelf zich aanmelden om hier te komen. Ik zou het woord willen geven aan de heer Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Beste mensen, evenwichtigheid en onpartijdigheid en tot kalmte manen, dat klinkt altijd heel prachtig en dat klinkt altijd heel goed. Met die raketbeschietingen vanuit Gaza die maar voort bleven duren. En hoe beheerst is Israël gebleven tegen het terreur, terwijl zoveel inwoners daar ook onder hebben gezucht. En als Israël dan reageert, getergd, ten einde raad, niet alleen vanuit het recht om de burgers te beschermen, maar ook vanuit de plicht om op te komen voor de veiligheid van de inwoners, dan mag je de strijd, de strijdende partijen niet op één lijn stellen, maar dan is het een gerechtvaardigde verdediging van de veiligheid van de inwoners tegenover terrorisme. APPLAUS.